We zijn hier weer in de geweldige basiliek van Hulst. En ik ga praten met een man die alles weet van de geschiedenis van deze prachtige kerk. Jo Everaert. Jo, daar zijn we er in de basiliek. Ja. Wat zien we nou eigenlijk? Ja, wie hier binnenkomt, die ziet de gotiek zoals die bedoeld is. In het jaar 1000 kreeg kerkenbouw een bepaalde vorm. De aarde was plat, de mensen wisten niet beter en het hemelgewelf, daar woonde God. En er was niks mooier als ter ere van God een kerk te bouwen met een groot gewelf. Maar zo'n gewelf heeft heel veel druk en heel veel spatkracht. En die muren moesten heel dik en compact zijn. Daar konden maar hele kleine raampjes in. Ik praat dus eigenlijk over de Romaanse kunst. In de middeleeuwen kon je alleen maar verlichten met kaarsen, pitjes en fakkels. Dus dat bleef eigenlijk aardedonker. Dus God die in het licht woont, werd aanbeden in duister. In het jaar 1120 begon Abt Suger in Saint-Denis boven Parijs deze bouwstijl te ontwikkelen. Hij gebruikte steunberen aan de buitenkant. Hij gebruikte een lichtbeuk in het midden om het licht in de kerk te laten. Hij gebruikte spitsbogen zodat die veel meer draagkracht was. Moest die muur niet meer zo dik zijn. Hij gebruikte gewelfribben en zo konden ze veel luchtiger bouwen. Het is fantastisch zoals ze konden bouwen. Maar door al die eeuwen heen is dat hier in Hulst fantastisch bewaard gebleven. Ik ben heel nieuwsgierig en ik denk de kijkers ook. Waarom is er hier zo'n enorme kerk gebouwd? Was Hulst zo rijk? Hoe komt dat toch? Ja, je ziet, de kerk is gebouwd vanaf 1200 tot 1534. Maar in het begin was dat een heel klein kerkje. Maar in die tijd is Hulst schatrijk geworden. Waarmee dan? In de middeleeuwen. Eigenlijk, u kent het verdronken land van Saafding allemaal. Dat overstroomt twee keer per dag, droogt weer op. Maar in die tijd was heel het gebied ten noorden van Hulst allemaal schorregebied. Wat twee keer overstroomde en het zout stapelde zich op. En in de middeleeuwen, zout was goud. En toen zijn ze het zout eruit gaan halen. En Hulst werd op die manier schatrijk. Door het zout. Die schorregebieden werden door de graaf van Vlaanderen geschonken aan kloosterorden. Die zetten hier en daar een uithof neer, een boerderij. En die polderden een stukje in. En zo is heel Zeeuws-Vlaanderen, poldertje voor poldertje, veroverd op eb en vloed. Het is een prachtig landschap om in rond te fietsen met altijd veranderend uitzicht. De orde van Boudelo in ons geval, toch? Onder andere verschillende kloosterorden hebben dat dus gedaan. Ja. Dus Hulst werd schatrijk, maar voor de veiligheid van stormvloeden en van plunderingen vanaf zee door Noormannen en zo, bouwden ze in Hulst. Hulst had vanaf 1180 stadsrechten, was verdedigbaar. Bouwden ze in Hulst vluchthuizen, refugiums. In de middeleeuwen kon niemand lezen of schrijven of ze moesten naar een klooster gaan. We hadden hier op een gegeven moment 6 refugiums, dus we hadden een clustering van cultuur en we waren schatrijk. En zo ontwikkelde Hulst zich en zo konden ze die Antwerpse bouwmeesters, die de kathedraal van Antwerpen hebben gebouwd, konden hier deze kerk neerzetten. Dus buitenproportioneel voor zo'n kleine stad, maar door de rijkdom was dat en door de cultuur. Dit plakkaat vertelt helemaal de geschiedenis van deze kerk. Dus van 1200 tot 1534 is hij gebouwd. De definitieve vorm, dit stuk is gebouwd van 14, de koorkerk is gebouwd van 1461 tot 1469. Is tot op de millimeter staat hier hetzelfde, alleen de ramen zijn allemaal vernieuwd, we hebben beeldenstorm en zo gehad. En dit stuk is gebouwd van 1481 tot 1534, het schip van de kerk, ja. Er zijn in Nederland 21 basilieken. En als u per ongeluk in een basiliek komt en u ziet dat conopeum staan, dan weet u dat er dus een basiliek is. En ja, wat is het eigenlijk, een conopeum? Want, ja, het is een parasolletje in wezen om de paus te beschermen tegen regen en zo. Ja, is het dat echt? Symbolisch, ja. Oké. En dan het tintinnabulum, daar lopen we dan daar naartoe. Dat is een belletje. Een klokje, ja. Een klokje. Ja. Even kijken. Wat stelt dat voor, Jo? Ja, klok is meestal om de gelovigen de aandacht te vragen en om ze naar de kerk te halen. En dat is een van de symbolen die gekozen zijn, dus voor een basiliek. Een van de kentekenen. En ik zie hier ook de sleutels van Petrus, die zie ik erop. Bij de houder. Ja, ja. De paus is een opvolger van Sint Petrus dus. En die bewaakt de sleutels van de hemel eigenlijk. Die opent de hemelpoort voor ons.
Oké. We zijn hier nu dus in de koorkerk. Hè? Waren dit allemaal de altaren van de... Overal zonder altaren. Ja. En dat... In totaal wel 21. Die allemaal concurreerden met elkaar in pracht en praal. Dus er is heel veel kunst geweest. Dat was van die gilde. Schatrijke Huls, ja. Jo, we staan hier voor de Pieta. En iedereen kent natuurlijk de Pieta van Michelangelo. Dat is een heel beroemd beeld. Wat is een Pieta eigenlijk? Pieta is eigenlijk een kruisafname. Nadat Christus van het kruis afgenomen is. En hij zit min of meer op de schoot bij zijn moeder eigenlijk. De moeder van smarten wordt het ook genoemd. De nood Gods heeft allerlei mooie namen. Maar drukt eigenlijk helemaal het katholiek geloof uit. Veel mensen die hier in de kerk zijn, denk ik, zijn in Rome geweest, in de Sint-Pieter, en hebben daar de beroemde Pieta van Michelangelo gezien. Als u op Google Pieta openmaakt, krijgt u eindeloos dit beeld. Heel veel lelijke ook. Maar als je Pieta Hulst openmaakt, dan krijgt u dit beeld. En dan ziet u dat dit beeld is beroemd om zijn gaafheid. Het lichaam van Christus is eigenlijk volmaakt. En het gezicht van Maria drukt helemaal het geloof uit van de katholieke kerk. Deze Pieta die vertelt dus eigenlijk de 12 artikelen van het geloof. En ook de engel des Heeren, mijn geschieden naar uw woord, die drukt dat allemaal uit. Deze kerk is Scheldegotiek. Een van de kenmerken van Scheldegotiek is dat die een vieringtoren heeft. Wat betekent dat? We hebben het schip van de kerk en de koorkerk. Yeah. En we hebben twee transepten opzij. En op de kruising van die transepten en koren, nee, daar staat de toren precies. Bij veel kerken zie je een toren waar een kerk tegen gebouwd is. Maar hier staat de kerk gebouwd rond de toren eigenlijk. Oké. Dus dat is echt specifiek voor die Scheldegotiek? Ja. Oké. En wat is er zo bijzonder aan deze vieringtoren hier in de basiliek? Ja, dat is de geschiedenis weer. In 1944 stond er een toren op van Pierre Cuypers, een neogotische toren. Religieuze kunst is altijd geloofsbelijdenis, geloofsverklaring. En een toren verwijst altijd de weg naar God. In 1944 was er een uitkijkpost van de Duitsers. Een radar bestond niet, konden ze met het op de Westerschelde kijken en zo de scheepvaart naar Antwerpen in de peiling houden. De geallieerden hebben hem er toen afgeschoten. Na de oorlog moest er een nieuwe toren opkomen. Toen heeft een commissie onder leiding van Trufino met professoren bouwkunde, met de voorzitter van Rijksmonumentenzorg, hebben een wedstrijd uitgeschreven voor architecten voor een nieuwe toren. Ze stelden 5 voorwaarden. De eerste is, hij moest dominant in het landschap staan. Nou, dat doet hij wel. Hij is een beetje Belfort-achtig van aanzien. Dat is wel gelukt, ja. Ja, de tweede, hij moest eigen tijd zijn. Al die pilonen die hierop staan, zijn van voorgespannen beton. U kunt dat op het infoscherm in de hoek van het transept daar zien. Heel de bouw van die toren, een boeiend verhaal. Maar dat is van voorgespannen beton. Daar wordt nog les over gegeven in Delft op de universiteit. Derde voorwaarde was, hij moest de openheid hebben van de gotiek. We hebben een heel open lichte kerk en die toren is helemaal open, je kunt er zo doorkijken. De vierde voorwaarde, als een wereldmacht met ambitie op een wereldtentoonstelling staat, is alleen het beste goed genoeg. En 1956, de expo in Brussel, stond het Vaticaan met een paviljoen en ons carillon heeft daar gehangen om het geloof te vieren. We hadden dat het jaar daarvoor laten maken bij Petit en Fritsen in Adler-Rexel en daar werd voor zijn klank uitgekozen om daar het geloof te vieren in het land van de bijaards eigenlijk, Vlaanderen. Dus dat was er 4 voor. En dan de 5e was de moeilijkste. Hij mocht niet lijken op één van de voorgaande, want dat was versleten vormentaal. Even, we hebben dus een prachtig carillon. Maar we hadden er vroeger ook een van Hemony, een heel beroemde klokkengieter eigenlijk. Maar de 1e september 1876 brandde de toren van de kerk door de bliksem getroffen af. Er bestaat een legendachtig verhaal dat toen het carillon speelde van Heid was in de mei en dat de ene klok na de andere, de ene toon wegviel na de andere helemaal. Maar dat hoef je niet per se te geloven, want dat was geen elektronica. En als een bijaardier zit te spelen en die klokken vallen naar beneden, dan blijft hij daar niet zitten natuurlijk. Maar in de gesmolten massa van de klokken vond men dit medaillon, de Heilige Maagd met kindje, wonderbaar bewaard. Mooi verhaal, mooi symbolisch. Ja.